een puzzeltje. En zijn altijd leuke soppen, vind ik leuke soppen, want het is echt, je moet het een beetje uitpuzzelen. En je weet natuurlijk niet hoe zo'n vierhoek eruit ziet. Dus ik kan wel zeggen, ja, ik schets gewoon een vierhoek en dan vul ik het in. Maar ik kan ook zeggen, als je dit aan wil pakken, wat weet je nu van de hoeken van een vierhoek? Nou, alle hoeken van een vierhoek samen zijn 360 graden. Dat weet je. Dus die 360 graden, dat is voor hoek K, voor hoek L, voor hoek M en voor hoek N. Dus die 360, zeg maar, dat is voor deze vier hoeken samen. Dus ik zal het er even boven zetten. Zo, en dan pak ik deze even daar. Dit is bij elkaar. Zo, 360 graden. Dan ga ik kijken, wat weet ik nog meer? Nou, ik weet dat hoek K 68 graden is. Dat weet ik. Verder weet ik dat hoek L en N even groot zijn. Dus hoek L is precies even groot als hoek N. Dus dan zet ik even gelijke tekentjes in. Ja, dan moet ik wel iets weten van hoek M. En dan ga je lezen en denk je, nou, ik heb hier te weinig, dat weet ik niet. Maar dan ga je verder kijken en dan zie je, oh, wacht eens even. Hoek M is twee keer zo groot als hoek K. Dus deze hoek, die kun je uitrekenen. Want deze is twee keer zo groot als hoek K. Dus we gaan nu eerst hoek M uitrekenen. Dan gebruiken we dat M twee keer zo groot is als hoek K. Hoe schrijf je dat nu op? Nou, zo. Hoek M is 2 keer 68 graden is gelijk aan 136 graden. Dan hebben we die gevonden. Dus die vul ik nu in. Deze weet ik nu. Ja, en wat weet ik ook? Ik ga nu kijken. Oké, wat heb ik voor L en N samen? Dus ik wil nu weten, wat heb ik voor deze twee samen? Hoe groot zijn ze met z'n tweetjes? Want als ik weet hoe groot ze met z'n tweetjes zijn, dan krijgen ze ieder de helft. Hè? Want L en N zijn even groot. Dus ik ga nu kijken, wat heb ik voor die twee samen? Dat schrijf je zo op. Niet zo doen. Niet doen. Dit is hoek L plus hoek N is gelijk aan. Nou, hoeveel hebben ze met z'n tweetjes samen? Dan heb je dus 360 graden, want dat zijn ze met z'n vieren, hè? Want dat is de hoekensom van een vierhoek. 360 graden, daar haal ik die 68 graden vanaf. Daar haal ik die hoek M vanaf. En dan hou ik die twee over, waarvan ik wilde weten hoeveel zijn ze eigenlijk samen. En dan kom je uit op 156 graden. Daar moet je achter zetten. Hoekensom vierhoek. Want dat is wat je gebruikt hebt. Dat is met z'n drietjes, vieren. Z'n drietjes, z'n hoekensom driehoek. Dus met z'n vieren 360 graden zijn. Oké, nou, dan ga ik dit even kleiner maken. Zo. Hoppatee. Nu weet ik dus wat die L en die N samen zijn. Nu weet ik, dan zal ik het even hier schetsen, hoek L plus hoek N, die zijn samen 156 graden. Dus die moet ik eerlijk verdelen, want ze hebben ieder de helft. Nou, hoe schrijf je dat dan op? Ja, dan is zowel hoek N als hoek L, maar ze willen hoek N weten, dus die schrijf ik gewoon op. Dat is dus die 156 graden. Precies eerlijk verdeeld. En precies eerlijk verdeeld in twee stukken is gewoon delen door twee, staat er zes hoor, zo. En dan kom je uit op 78 graden. En daar zou je iets achter kunnen zetten, gelijke hoeken, omdat hoek N en hoek L gelijk zijn. Ik kan me ook voorstellen dat je dit erachter zet. Hoek L is hoek N. Vind ik ook eigenlijk een mooie. Vind ik eigenlijk nog zelfs mooier, maar ik denk dat je docent dit oké vindt. Vraag wel even aan je docent of jij het ook zo op mag schrijven. Dit hoeft denk ik niet, dit doe ik voor de uitleg. Maar ik weet zeker dat ze dit willen zien. Hoek M is 2 keer 68 graden. Dat weet ik gewoon zeker. Want anders dan tover je bezig ergens 136 graden vandaan. Ik denk ook dat ze echt willen zien hoe groot L en N samen zijn. En dan echt dit sommetje erbij. Ja? En dan nog laten zien dat je door 2 deelt. Dus echt iedere denkstap schrijf je op. Over de som dan. He, niet als je ondertussen weglaat maar gedacht. Maar iedere denkstap over de som schrijf je op. Dat was hem. Bedankt voor het kijken en tot het volgende filmpje. Doei!